PSV zou wel moeten na de overwinning van Feyenoord gisteren op AZ. Het is wel zo, als PSV wint, dan gaat het over AZ heen. Komt er op 45 punten, dat is een puntje meer dan de Alkmaarders. Met aan beide kanten dus wat wijzigingen in de basisopstellingen. Vanwege zieken en geblesseerden. Maar er staat nog voldoende op het veld. Om te verwachten dat het wel een lekker wedstrijdje gaat worden. Met Michael Silberbauer als trainer van FC Utrecht. Die heeft Barkas als keeper. Sanjan is terug. Centraal achterin naast Van der Hoorn. Dat gaat ten koste van Kluivert. Brouwer speelt in plaats van de geschorste Toornstra. Jensen speelt in plaats van de geblesseerde Bosdogan. En voorin Boels, Doevikas en Boussaïd. Bij Utrecht nog steeds Bas Dost geblesseerd. Onder andere geblesseerd. Geen Ruud van Nistelrooy. Die is ziek. Dat is Sangaré. Dus dat heerst een beetje. Gutierrez was afgelopen week ziekig. Is er wel bij. Maar speelt niet. En dus ook aan Eindhovense kant wat wijzigingen. Obispo weer terug. Dat gaat weer ten koste van Ramaljo. Op het middenveld dus Mauro, Til en Veerman. Heel interessant om te zien hoe dat zich gaat verhouden. En Bakayoko weer rechts voorin, waar Saibari dat afgelopen donderdag speelde. In die wedstrijd tegen Sevilla. Van de streek uithalen zit er niet in. En dan is de paas richting Kluiber niet goed genoeg. En is Van Aanholt weg samen met Simons. Mauro, rechts is er wat ruimte bij Bakayoko. De linkspoot, dus die komt naar binnen. En legt hem op het hoofd van Kluiber. Die iets te ver was voor Til. Simons. Ja, schiet eigenlijk tegen de arm aan van Boelt. Valt er overheen en dan is het de kans voor Luc de Jong. Dan is hij voor Barkas. Lang richting Bakayoko. Boussaïd en Van der Marel houden hem in de gaten. Desalniettemin glipt hij daar langs. Moet hij met rechts voorgeven. Vindt hij geen ploeggenoot. Booth. Bakayoko van de streek. Daar ruimte voor Booth. Ah, net geen controle voor hem. Dat was goed gezien door Van der Streek. Dat daar de ruimte lag bij Taylor Booth. Kluiber achterin. Boussaïd. Boussaïd terugleggen naar Van der Streek. Ja, dan moet je eerst die bal controleren. Dat is de corner. Met deze hoekschop voor FC Utrecht. 33e minuut weggehaald door Veerman. En Boussaïd! Oh! Dat is een fraaie van Boussaïd. Controle. En dan in een hoek. Als hij in de verre hoek was gegaan, ik vind dat een lastige voor de keeper. Het is druk, het zicht versperd voor Walter Benitez. Van de streek in één keer door, ja tuurlijk. Booth, schiet hem maar. Booth en Benitez krijgt hem goed naar de zijkant. Boussaïd en van de streek terug, Boussaïd. Vier man van Utrecht voorin. Onder wie, dit is van de streek die daar de Vika's wilde wegsturen. En verwacht na die 1-0 van Boussaïd dat PSV het heft in handen neemt. Krijgen ze hem niet voor elkaar. Sterker nog, Utrecht is vaker in de buurt van de 16 van PSV te vinden dan andersom. De Jong, Simons. Til mee, Bakayoko mee. Veerman slaat ook bij. De Jong. De Jong voor. En dit is Bakayoko. Dit moet hem zijn. Dit is hem ook. Als hij Bakayoko daar zo de kans geeft,
Dan maakt hij hem af ook. En ze hadden het zwaar, ze hadden het moeilijk, ze hadden het heel lastig PSV. Zo vlak voor die treffer, de treffer daarna ook. Maar ineens komen ze eruit met Simons, met De Jong. En dan voorbij aan alles en iedereen is het hier Bakayoko. Helemaal vrij, De Jong. En hier komt de volgende kans, Mauro. Die is dan voor Barkas. Maar verdedigend laat Utrecht nu even een paar forse steken vallen. Veerman. Mauro voor het schot misschien. Of de paasrichting van Arnold. Dan De Jong helemaal vrij. En de goal is daar, maar de vlag gaat omhoog. De vlag gaat omhoog voor buitenspel. Hij vraagt het zich af. De assistent was zeer gedecideerd. En hier is het bewijs. Buitenspel Luc de Jong. Kluiber. Van der Marel. Boussaïd. Richting Doufikas terugleggen op Jensen. Dan blijft die bal wat hangen aan, moet Brandtwaite verdedigen. Obispo. En dan het schot van Booth. En dan de rebound bijna voor Van der Marel. Ja, dan is PSV veelvuldig aan de bal op de helft van Utrecht. Dan komt Utrecht er eindelijk eens uit. En is het meteen brandgevaarlijk. Sanja, volledige mispeer van de Fransman. Het spel gaat door. Sanja lag even geblesseerd op de grond, maar staat hier. Dit is Bakayoko voor het schot. Bakayoko! En dan is het De Jong. Maar weer gaat de vlag omhoog. Voor de tweede keer een goal van De Jong afgekeurd vanwege buitenspel. Dan stond hij daar dus op het moment van schieten. Maar het schot dus van Bakayoko. Dat moet dan hier geweest. Dit is geen buitenspel. Niet van De Jong toch? Bovenin Sanja, De Jong. Vraag hem af. Diepe rink. En het is een goal. Ja, het is toch de 2-1 voor Luc De Jong. En zo komt PSV op 2-1. Luc De Jong assist bij de gelijkmaker en de maker van de 2-1. Balletje binnendoor, Doufikas en Benitez. Heldhaftig gekiept. Goed gedaan. Kluiber. Doufikas. Doufikas terug. Kluiber. Hakje achter zijn standbeen. Boussaïd. De bal gelopen door Bakayoko. Brouwers. Zijn hele hebben en houden erin. Boussaïd. Doufikas terugleggen. Dat is prima. Van de steek kan die uit. Ja, het is er weer gelijk. Het is 2-2. Booth. Van de streek uit de draai. Ja, tuurlijk. Geen sorry zeggen. Gaan proberen. Oeh. Brandtwaite. Dat is een stevige op Doufikas. Obispo. Mauro. Ja, Doufikas ligt geblesseerd op de grond. Brandtwaite. Gaat PSV door. Nee, toch? Bakayoko. En dan krijgt Brandtwaite, krijgt geel voor de overtreding. De spijkerharde overtreding op Doufikas. Ja, natuurlijk zal er in Zeist gekeken worden van, is geel voldoende? Wel op het randje. Op het randje van rood. Maar het blijft bij geel. Wauw. 9 april 2022, zijn laatste wedstrijd. Zware knieblessure. En hij weer terug, een voetballer. Het is
een aardige bal als hij voorbij Kluiber komt. Oei, oei, oei. En dan is dit Kluiber die nog kan redden ook. En was het bijna Mwene die scoorde. Hier zat Kluiber mis en was Mwene daar dichtbij. Kluiber liep door. Veerman. Dat komt. Sanjan. Deze. Simons. Terug de gevarenzone in. De Jong voor de kopbal. Til. En dit is spectaculair. En de redding van Barkas is prima. Acrobatiek in optima forma. Guus Til. Redding Barkas. Tom Singelin is daar. Til. Geweldige bal van Veerman. Een loopactie van Til die prima was. Alleen kon de bal niet meekrijgen. En hier het neergelegd door Veerman. Deze. Veerman. Saibari door Veerman. Terugleggen. Veerman. En daar is het. Til. En weer geen treffen. En dan de counter. Ramselaar. Nee, eruit gehaald. Deze. Serieuze druk van PSV. Dit is geen geweldige bal. Hoewel, die moet natuurlijk altijd voor Barkas zijn. Maar Sanjan zat eraan. Nou, dat loopt er nog aardig af. Maar normaal gesproken was dit een zekerheidje voor de keeper. De paal. Zo dichtbij, Til. Veerman. Ramaljo, doorkoppen. De Jong. De 16 terug in. Simons met de kopbal. En dan is het Obispo. Wegkoppen. En dan is het... Oh, Saibari. Met nog een reuze kans. Maar dan is hij voor Barkas. In de vijfde minuut van de extra tijd krijgt Saibari de kans om PSV naar de overwinning te schieten. Het eindigt hier tussen Utrecht en PSV in 2-2. En aan het hoofd van Rutte te zien is het niet één punt gewonnen, maar twee punten verloren. In de strijd om de landstitel mag je hier geen averij oplopen.